Turnen. Dat kun je op verschillende plekken in Parkstad doen. Turnen, gymnastiek, aanverwante capriolen. En dat doen ze onder andere hier in Nieuwenhagen bij Olympia. En daar gaan we vanavond eens kijken. Marieke Coenotte, secretaris van Olympia Landgraaf. Turnen, dat is net idele. Dat zijn heel veel verschillende dingen. Wat doet er al nu? Ja, dus we gaven turnlessen, maar ook voor jongens en voor meisjes. Maar ook acrobatengymnastiek, dat is vanaf 6 jaar. En daar zitten ook meisjes bij die al een stukje ouder zijn, 40 en 50. En want bij dat acro-turnen hadden ze ook gaat stevigere, grotere kinger nodig die die kleintjes kunnen optillen om te staan. Zeg maar. En daarnaast bieden we ook nog activiteiten en zo aan. Hè. Doen we ook evenementen. Zo wie met de Halloween hebben ze een Halloween-tocht. En met Sinterklaas zijn er activiteiten te doen. En binnenkort zijn er de clubkampioenschappen. Dus dan kan iedereen die hier turnt kinder aan mij doen. En wat ik niet moet vergeten, wat ook heel belangrijk is, ook aan de oudere mensen werd gedacht. Dus vanaf 35 plus kan ze ook hier komen turnen. Dus wenn je nog wilt aanmelden, dan kan dat makkelijk. Ja, ik zoek me morgen het deelnameformulier, zoek ik me op. Marieke, doe best zelf ook. Turnster of nee. Turnster geweest? Wees. Vroeger als kind, ja, wie ik jonger was, heb ik ook geturnd. Maar nu probeer ik allemaal te sporten. Maar er is heel weinig tijd over als ze inderdaad ook nog hier in het bestuur zit, naar het gewone werk. Dus het sporten, dat valt er bij mij nu een beetje tussen. Ja, ja. Maar het medeleiden van zo'n vereen, dat is ook topsport. Dat klopt, joh. Daar gaat aardige tijd in zitten. Joh. Zeker omdat we nog allemaal handjes tekort hebben, gaat er heel veel tijd in zitten. Maar het geeft ook wel heel veel energie als dan dingen wel lukken of als het plezier is van die kinderen die turnen. Ja, door dit is het wel echt vuur. Ja. De trainers hier die zijn vanavond weer flink bezig om hun pupillen te coachen. En wat we hier achter ons zien op die balk en zo, dat is geen spielerij. Dat is echt serieus, hè? Het is redelijk serieus, inderdaad. Deze meiden trainen 3 keer per week. Met een gemiddelde trainingsduur van 5,5 uur in totaal. Ja, deze meiden worden eigenlijk opgeleid om straks zo hoog mogelijk niveau landelijk uit te komen. Dat is ook echt de ambitie van jullie willen kampioenen smeden hier. Ja. Precies. Ja, uiteraard. En hebben we daar ook ervaring mee bij Olympia Landgraaf met kampioenen? Met kampioenen absoluut, maar op balken niet. Okay. Maar wel met trampoline springen natuurlijk. Daar ben ik zelf ook eentje van. Oké. Okay. Ja, ja, wij doen het toestelturnen nu op wedstrijdniveau. Zijn we een jaartje bezig. Precies zoals Jos aangaf. Wij waren vroeger eigenlijk een trampolinespringvereniging. En we hebben de overstap naar toestelturnen afgelopen seizoen gemaakt. Ja, en het bevalt hartstikke goed. Ja, want Nederland doet als turnland eigenlijk best wel mee. Hè? Toch alweer een tijdje. Hè? Vroeger was het alleen maar Oostblok, geloof ik. Maar merken jullie dat dan ook in de belangstelling van de kinderen? Absoluut. Ja, je merkt gewoon de kinderen, zeker de kinderen die talent hebben, hè, die turnen leuk vinden. Ja, die zijn gewoon gemotiveerd als ze de toppers zien, zijn met de wereldtoppers. Er zijn verschillende, zijn ook bij het WK in Antwerpen geweest. En dan zien ze hun idolen, hè, zoals Simone Biles. Ja, ja. Ja, dat is voor natuurlijk het mooiste wat je kan hebben natuurlijk. Ja. Dus daar gaan ze ook echt naartoe? Om te kijken, zeker. Met hun ouders, met vriendinnen. Ja. Kijk, de kans dat wij een keer op een EK of een WK staan, die is zo klein. Turnland is een groot land. En als je echt in dat niveau wil mee turnen, dan praten we over 24 uur plus trainen per week natuurlijk. Ja. En tot hoe oud hebben jullie geen problemen om ze vast te houden en blijven ze dan ook trouw of willen ze dan toch iets anders gaan doen? Vaak bij de overstap naar de brugklas zien we dat veel kinderen wisselen van sport. En daarna inderdaad, als ze een jaar of 15, 16 zijn, zien we vaak dat ze dan daarna naar de volgende school ook weer besluiten om. Of ze halen het niet, omdat natuurlijk de trainingsintensiteit wordt dan verhoogd, dus dan moeten ze nog meer uren trainen. Of ze kiezen toch voor iets anders, omdat ze dan ook weer eens iets anders willen dan het turnen. Ja, het is hard werken, het turnen. Absoluut, ja.
Ja, voor ons makkelijk en we zeggen wat ze moeten doen. En ze luisteren nog steeds, gelukkig. Ze zijn druk bezig achter ons. Nou ja, ik wens jullie er in ieder geval veel succes mee. Ja, dat gaat zeker lukken. Bert Amkruits. Kruits is penningmeester van Olympia Landgraaf. Bert, vertel ons, wie zit er klopt erop? Ja, Jorgen Leijen hand van de noodkreet geslagen in de Tsiedonk. Mocht hij in de Vrijen zelf, dat door de corona en de energiecrisis, het leden terugval, teruglopen van ledenaantal, de energiekosten, ja, het moet allemaal een beetje veel. Dus houden we, ja. Gaan we zeggen van ja, van echt hulp nodig. Hè. Dus van meer leden nodig. Sponsoren die ons willen helpen. Ja, om toch ja, een beetje tegen de positieve kant van de begroting uit te komen. Dat wordt toch wel ja, een zorgpunt. Ja, 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 daar liggen de penningmeester natuurlijk wakker van. Maar had het geholpen? Ja, we zijn van zo'n 168 leden nu naar ja, boven 200. We zitten op 196 leden nu. Dus dat had wel geholpen. De energieprijzen zijn ook gelukkig in de midden gegaan, hè. Maar dat gaat ook goed of wanneer gaat doen, maar dat is wel gebeurd. Daar zijn we ook heel erg vroeg met. Alleen proberen nog ja, het sponsoren te vingen en de leden natuurlijk omhoog te krijgen. En dan had ze nog het vacatures in het bestuur en zo? Ja, in het bestuur had ze nog het vacatures. Zou ik eigenlijk nog in de vuurzitter. Ik ben dan zelf penningmeester en van Marieke, onze secretaris. En mijn vuurzitter zou ik er nog. En we zoeken natuurlijk in het bestuur ook het... Het handjes hulp, hè. Dus ik ging dagelijks bestuursfunctie aan, maar wel ons kunnen helpen om bestuurlijke zaken op te pakken. Ja, ja, ja. Want de enorme hal, hij is eigenlijk, ja, van u, hij huurde hem, maar hij is het de accommodatie van Olympia Landgraaf. Ja, dat is onze accommodatie. We zijn de hoofdhuurder inderdaad. We huren de hal ook aan angerverenigingen, die bijvoorbeeld aan de Angerzee, waar we straks gaat kijken, de aquavloer of de valkuil die voor de Eik hand. Voor wedstrijden, dus handwans gastverenigingen die hij komen sporten. Maar met al verenigingen zijn in het parkstad, die ook een ruimte zoeken, zijn ze natuurlijk allemaal van harte welkom om te kijken wat de mogelijkheden zijn om op Beurzorg te komen sporten. Ja. Nou ja, Bert, ik zou zeggen heel veel succes ermee. Kindergebroken, maar ik ben vroeg dat de weg omhoog weer gevonden is, want ik schrok een beetje van het verhaal in de gezet toen. Ja, ik denk dat Gerd Rengen wel schrok. Ja, sommige dingen hadden ze niet onder controle, hè. Corona en de energiecrisis. Ik denk er, ja, daar hadden ze eigenlijk geen invloed op, maar dat overkunt zich, dat gebeurt zich. Maar ja, dat is wel van de bestuurs gaat uitgebreid. Want ik had zag, de ledenaantallen toch wel gaat toegenomen. Dus hopen dat we meer vrijwilligers kunnen krijgen, ofwel in het bestuur, of anderszins, hè, het poetsen van de accommodatie, hè, dat moet ook gebeuren. Dat is de sporters ook renken in de sporten. Trainers, hè, dus met Lu Zunt in de omgeving, hè, die zeggen, goh, vind ik wel leuk om te komen helpen. Ja. Of anderszins, hè, ze kunnen allemaal contact met ons opnemen, hè, hulp is allemaal welkom. Hè. Maar we maken wel de lijn omhoog, maar we zijn er nog lang niet. De deur staat open, de lopen liggen goed. Een speciale tak van sport binnen dat turnen, binnen die gymnastiek, is de acrogymnastiek. En Sonja hier, Sonja van Oppen, die is daar de trainster. Sonja, vertel eens, je hebt dat in van allerhande soorten en maten en gradaties. Ja, dat klopt. Je hebt van E-niveau tot en met A-niveau. We beginnen allereerst bij de vijfjarige kan het zo zijn dat je op wedstrijd mag. Dan heb je een bestaande oefening die je moet doen. Dan heet dat E-instap, dan stap je in de wedstrijdgroep. Van daaruit ga je door naar D en dan ga je op naar A. En A is gewoon WK-niveau. En als je dat kunt bekostigen, want er zit natuurlijk ook wel weer een kostenplaatje aan, dan ga je door naar het WK en dan kun je shinen van Nederland. Ja, ja, maar zover gaat het hier niet. Hè? Nee. Het zijn vooral jonge meiden die het doen, zie ik. Ja, we hebben van E-instap tot C-niveau. En C-niveau is een beetje middenmootje. Ja, okay. Maar best wel pittig. Ja. Maar er worden ook wedstrijden gehouden in dit... Ja. Ja, er worden zeker wedstrijden gehouden. We zijn al in de voorbereiding. In januari starten we. Een eerste voorbereidende wedstrijd is OZAK in Zierikzee. Dat is ieder jaar. En dat is eigenlijk een beetje om de mensen of de kinderen te laten wennen aan de vloer, aan het wedstrijdritme. En in januari gaan we van start. Ja, en in totaal komen er 5 wedstrijden. Oké. Okay. En demo's hoor ik, geven jullie ook. Zelfs, jullie worden zelfs wel gevraagd voor carnavalszittingen en zo. Absoluut. En dat vinden wij natuurlijk heel leuk, want dan kan ook iedereen bij ons
aan acro meedoen, van klein naar groot. En we zorgen ook dat iedereen mee kan doen, ook de kleintjes van 5 jaar. Want we willen natuurlijk naar buiten laten zien dat 5-jarigen ook kunnen sporten. En mogen sporten, niet alleen maar de wat betere, maar ook de kleintjes. Dus ja, dat verkopen we eigenlijk dan een beetje, dat dat mag en kan. Ja, zeg, als je nou zou zeggen, kinderen die interesse hebben in turnen of ouders die denken van ja, dat is wel iets voor die van ons, dat turnen, die kunnen dan het beste hier instappen en kijken hoe dat bevalt. En als ze eventueel wat, als ze aanleg hebben, dan kunnen ze naar de zaal hiernaast. Ja, ze kunnen gewoon op de site even kijken, ze kunnen zich aanmelden. Ze kunnen een proefles nemen voor een maand lang gratis. En dan wordt gekeken waar ja, eigenlijk een beetje de ambitie van het kind ligt. Wat ze leuk vindt, wat ze kunnen. En natuurlijk kijken we als coach een beetje mee waar de interesses liggen. Maar ook in hoeverre ze lenig zijn voor acro of voor turnen. Want dat zijn toch wel 2 verschillende dingetjes. Dus ja. Dat is wat we doen. Volgens mij doe je het hartstikke graag. Hè? Super, passie. Succes. Okay.